Schop van de SGP. Voorzitter, met alle respect voor de minister, maar hij geeft antwoorden op vragen die niet gesteld zijn. De vraag die de heer Eertman stelt is: wat gaat dit kabinet doen om de instroom te beperken? En daar komt gewoon simpelweg geen antwoord op. De minister doet alsof de asielstroom een soort natuurverschijnsel is. Ziet de minister de asielstroom zo? En zo nee, wat kan de minister, wat kan het kabinet dan wel doen? Even los van de papieren die de minister ter zijner beschikking heeft. Gewoon recht uit het hart eventjes. De minister.